Welkom terug bij een nieuwe video. In deze nieuwe video hebben we een mens genaamd. Genaamd. Ik Okko. En deze Okko. Die houdt van poemertjes. En hij is giftig. En bom. En hij is giftig. En nog giftiger. Hij is taai en klein. En hij eet vlees. En kijk eens. Heeft hij honger? Hij heeft nu niet honger. Kijk. Hij ziet nou een stukje vlees bij een vrouw. Wat ga jij dan doen? Ga je dat niet opeten? Dan je lust een soort alleen vis en kijk eens hoeveel kippennieuw om je heen zit. Want de verleiding is niet zo groot. Rook je de geur van grootste kippertjes niet doordat ze in de lava vallen. Ja, hè, Igwan, ja, wat mijn knutigheid. En waar is Igwan dan nou? Die nou gewoon tover gaan? Dat kan toch niet? Maar goed, Max, zijn we hebben nog. Dit is een nieuwe video. Dit is een nieuwe video. We spelen met je Roblox en de instellingen. We zijn met twaars naar twerg gaan. We kunnen natuurlijk ook wat orks of wat elfies bij ze neerzetten. Of wat, hoe heet die beesten? Ken ik niet. Maar goed, we gaan een stuk of 1000 twergen neerzetten. En dan gaan we vervolgens naar de proef met kram. Dus we zien jullie 102 bijna, nee 1002. En oh, wat zit er nog steeds hier? Ik heb eigenlijk het chillen is. Dan kunnen ze wat heel bijzonders geven van nieuw dit. Maar kijk eens. Kijk eens, wat hebben we allemaal geactiveerd? We hebben pomp, bloedlust, hou van pomp. We hebben dik, we hebben niet 10 miljoen is weg. Kijk, taai, geld, we hebben allemaal goede tricks en vier. Kijk, passages, die gooien we nu op zijn. Nu zijn ze allemaal tom. En nu weten ze dus niet wat ze moeten doen. Ze zijn tom, een grote krassen geworden. En ze beginnen aan mijn pom te gooien, dat is mijn pom nou. Wat is dit, jullie vernietigen jullie eigen soort. Ik heb nog niet eens pom gegooid en ze vernietigen zichzelf alweer. Dit kan toch gewoon niet? Ga nog heen met de wereld. Er zijn een paar dwarfs. Nou ja, die nog dwergen eten voor geen reden. En ze laten zichzelf ontploffen. Weet je wat? Ik denk dat die krabbenbommen ook geen veel nut meer hebben. Gewoon goed, maar ik zei juist nog. Wat gebeurt nu? Kijk, krabbetjes en bazoetjes. En kijk, is dan ontploffen ze vervolgens als het goed is? Wat gebeurt nu? Ja, kijk eens. En wat gebeurt er dan met die krabben? Wat? Sorry bakkersuitjes, ik maak nu beneden een video en er zijn een paar schreeuwleken, maar daar letten we niet zoveel op. Goed bakkersuitjes, we gaan weer verder. Ondertussen is heel de twergensoort dood, want ze hebben zichzelf laten ontploffen. En het erg van alles is dat ik helemaal nog niks heb gedaan. En oh, één dwerg is slim geweest en heeft een nieuwe populatie gemaakt. Kijk, en die dwerg heet... Ja, maak ik ambitieus. Dus dan word je vast en zeker een koning. En hij is wijs, heeft een gouden tand en is zeer wijs. En wat is dit? Er is een tumor op je. Nee, er is geen tumor in jouw beste kerel. Ja, ik ben zo lief als wat. En kijk maar, ik zei, eens kijken. Oké, dan maak ik jou geniaal. Eens kijken. Ik zei, we maken jou geniaal, aap. Apen. Eens kijken, waar is geniaal? Waar is dat? Dag Bakstijl, wacht even, we gaan zoeken. Dag Bakstijl, we hebben hem al. Kijk eens, kwak, kwak, kwak. Goed Bakstijl, en jou zet er een sterkje bij. Dus kijk, word jij de koning van deze nieuwe wagenstaat? Van de revolutionaire dwergen. Kijk, dit zijn allemaal baby dwergen en jij bent dik. Kijk, maar het is echt veel, zodat ik die kon kennelijk wel. En Max zei, wat een koning, wat een koningin, wat een moedertwerg. Zien jullie zo. Ah. Kunnen jullie wel de koningin zijn? Ja, Lordjes, wat dacht ik? Dacht ik er niet. Jij bent de koningin. Leid je voor ook na de overwinning. Sterker nog, we hebben het even verklaard in de nootjes oorlog, zodat er een beetje actie komt. Oorlog, oorlog, oorlog. En ik heb een paardje. Kijk, Max zei, goed is gaan ze nu vechten. Vecht. Ze kunnen ook helemaal niks. Beveel je ze om te vechten, gaan ze vervolgens niet vechten. Wil je dat ze hun eigen soort niet vernietigen, vernietig ze hun vervolgens hun eigen soort. Het niveau van achterlijkheid is dan toch wel 80.
Dit is prachtig. Als eerst komt op achterlukse grond. Aanleg jij het maar eens. Voor achterlukse zijn. Die ene voetbalcoach die met vijf verdedigers spelen. Dat is level 1 achterlijk. Dat is een superduur achterlijk. Daarna komt achterlijk niveau. Mensen die... Niet naar het museum moet je kijken. Dat is ook al heel achterlijk. Naar de mensen die niet geabonneerd zijn. Dat is toch wel achterlijk. Maar het achterlijkste is... Dat is eigenlijk het achterlijkste. Wat een tof tegen hadden we het over achterlijke mensen. Daar ben ik al vergeten. Maar goed, dat zijn zelf ook achterlijk, dus we hebben niks meer. Goed, waar zijn ze kijken? Volgens mij gaan ze allemaal die ene zombie gooien. Maar toen komen er meer zombies. Oeh, val aan. Maar de zombies gingen tegen hun zetten. En toen kwam er een cyborg verwerkt. Biu, 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 biu. Deze dingen zijn veel meer van wat weet je wat we zijn op zondag weer dan kijken hoe de wereld over wel onderuit hier misschien ben ik nog net gek om proberen ze met een allen dat kleine kikkervisje te vernietigen, maar hun zijn zo scheef dat ze niet fatsoenlijke aim hebben en dat ze dan volgens allemaal kapot nietigen en er is oorlog ontstaan. Oh, wat een verrassing. In mijn verrat aan map is oorlog. Kijk eens, leeft die cyborg nog? Nee, weet je wat, we zetten een paar tumors neer. Tumor, groei. Tumor, knumor, ja, lumor. La. Weet je wat, ondertussen gaan we zombies in elkaar gooien. Die is training zombies voor moordenskij. La. Kan überhaupt wat in de lava overleven? Weet je wat, ik heb soms een goed gevoel dat iets veel in de lava overleven. Waar ben jij? Oh, demonen zwemmen jullie zwembadparadijs. Ja, die komen er vast niet meer uit. Hoe zit ze gewoon eruit? Ach ja, er zijn een paar demonen de wereld in. Gewoon een beetje acties ook wel leuk. Maar pas uit, je begint mezelf een vent te gooien met een paar pommel en we gingen een nieuwe wereld. Hoppatee, ook geblazen, maar ik zei, we gingen weer opnieuw. En oh, er lijkt duidelijk acties in, Louis. Oh, het is oorlog en waarom ze hebben... Ze hebben vrede met elkaar gesticht, want dan ben je ook echt een aap als je vrede met elkaar sticht. We gaan die map... Waar is de map potato? Waar is de map of rotten potato? Rotten appel. Is dit een map? Dit heeft niet veel van een rotten appel. Pas even, wat als we hier nou een living zone instellen? Living, elven, naar jullie thuis. Elven. Met de elven die leefden dus lang geleden in het jaar... Min 85 levende blije en vrije elven. Maar toen kwam er een ramp. Er kwam namelijk... De vos. En die vossen, wat zeggen die? Uiteindelijk kreeg de vossen honger en gingen ze vernietigen. Kijk, wat is jullie favoriete eten? Nou, ik weet het wel, Fossie. Ja, een favoriete eten wordt elf. Eet die elf op. Kijk eens even, hoe gaat dit Fossie reageren? Wanneer ga jij een elf opeten? Wanneer gaan jullie een elfje opeten? Ik was er, we zien weer zo over een paar duizend jaar dat auto even toch. En we hebben doodgaan van auto om uit, dus ze zullen alleen in principe doodgaan van het eten. Dus hier pas, dus gaan ze nog opeten. Heb jij überhaupt al eentje opgegeten? Waarom eet jij geen elf op? Waarom eet niemand een elf op? Of zijn jullie soms tegen cannibalisme? Weet je wat, we zetten één schaaf in de midden, let op. Iedereen gaat geven. Wat? Vossen eten nog schapen of ben ik nog gek? Het schaap nu al opgegeten. Weet je wat, het is toch schaar, weet je wat, er zetten alles zoetjes in de hands. Waarom niet, we hebben toch niks weten. Ze doen, daarom deed alles in de hands en oh, ik sta in de hands, help. En iedereen was dood, hoppatee. En waar zei je, ze hebben alles wel zoetjes in de hands. En nu we toch bezig zijn, ik verviel nog steeds, dat is heel gemaakt. En we gaan hier je poppetje al maken en dat kan we eerst niet, kijk. We voegen even wat bos toe en kijk. En trekkers. Waar zijn trekkers? Laten we kijken. Moet je kijken. Dit is Butterfly. Eevee en Eevee. Jij hebt zo'n persoon.
toen Emily zegt, jij bent de sterkste vlieg in het hele universum, Iwi. Iwi, nee, wacht, niet meer, wacht, nee, wacht. Kijk eens. En je krijgt een miljoen andere vliegjes om je heen. Dat vind je wel leuk, hè, Iwi? Dat vind je wel leuk, hè, kleintje? Kijk eens. Vlieg. Iwi, je bent krankzinnig en je wordt omgeheend. Vliegen, wat nu, wat nu? Wat nu? Daar ga je heen, je moet aanvallen. Krankzinnige Iwi, krankzinnige Iwi. Krankzinnige Iwi. Wat ga je doen? Waarom vecht jij niet? En ze hebben al een slag dicht, Iwi. Iw, jij bent krankzinnig en je vecht niet. Dat is knettergek. Oh nee, een baar, krankzinnigheid. Oh, TK, ik heb bakzijdjes, nu beginnen ze te vechten. Here we go. Dus ik heb bakzijdjes, wie gaat winnen? Ik zet in op een meisje met geel haar. Ik zet in op deze. Want die heeft een aangezogen. Ik heb bakzijdjes. Kijk, hij is aan het vechten tegen Noordjes. Hij is aan het vechten tegen het andere land. Hij wordt van alle kanten gepakt. En nu wordt in zijn kontje gepakt. En kijk eens, hij heeft een helemaal poespjes met zijn hand. Kijk eens, hier staat hij in dat punt van. Oh, ik zou Tita elimineren. En Tia, ja, nu je toch bezig bent, ik elimineer meteen iedereen. Maar je staat er goed voor. Hoeveel kills heb je? Hoeveel kills heb je? En hij rent weg uit de cirkel en slaat vervolgens iemand in de seconde. Hij heeft nog 0 kills. Maar hij is wel verminkt, maar dat boeit niks. Hij slaat hem in zijn kont en hij krijgt een haakse klap van Aheester. Maar Aheester is pijn dood en die wordt ook nog door een meisje met roze haar aangevallen. En die wordt ook nog van een achter aangevallen door die Aheester. Nou, Aheester is niet zo lief en kijk eens, je wordt van achter aangevallen. Imbeciel, achterlijke. En kijk eens, oei, dit is een echt spannend gevecht. Dit is echt een klassieke. De klassieke, de turpie wat was je naam? Wat was je naam? Wat was je naam? Waarom klik ik steeds om die snecht vliegen? Waarom? Wat is er mis met die vliegen? Oh, nog 5 naar binnen. Weet je wat? We geven jou een power. Ik ben ook nog een sterk. Op deze. Kijk, nu moet je wel in. En kijk eens. Oh, is dat nog niet genoeg? Als we geven je nog nieuw. Kijk, echt je poesje. Ja, van bommen. Schoon bommen die jou zo'n bommen houdt. En hij is dood. Er kwam een stukje gras op wat hij zo te gaan. Zijn like heeft gezorgd voor nieuw. Wij zijn het eindvideo en dan zo'n video. Like, blablabla. Like, blablabla. Like.